Breda Nu. Je weet het meteen. Ja, in Breda Nu besteden we aandacht aan minder bekende sporten. Ja, en waarom zouden we ook geen aandacht besteden aan minder valide sport? Ja, we zijn vandaag bij de Barons in Breda, in sporthal De Doelen. En ja, daar gaan we kijken hoe het eraan toe gaat. Joop, jij bent coach van het rolstoelbasketbal. Kun je de tijd nog herinneren dat je hiermee bent begonnen? Nou, ik ben zelf begonnen in 1975. En ben ik hier ook in Breda begonnen, maar toen was het nog Bizo. En daarna zijn we overgegaan naar Barons. Okay. Daar ben ik sinds ongeveer 20 jaar trainer van. Van de Rolse basketbal. Je bent begonnen als basketballer hier? Dat klopt, in 1975. Hoe stond het er toen bij met de club? Met het rolstoelbasketbal? Nou, toen was het een van de populairste sport in Nederland. En dat is inmiddels wel afgezakt, want toen was er nog geen tennis en zo allemaal en andere sporten. En toen was de rolstoelbasketbal de sport voor de gehandicapten. Kun je iets over de spelregels zeggen? Zijn er dingen bij die je bijvoorbeeld niet mag, bijvoorbeeld weer wel mag? Nou, de spelregels zijn gewoon hetzelfde als bij valide basketbal. De ring die hangt ook op dezelfde hoogte. Alleen het verschil is, wij mogen met de bal op de schoot 2 keer pushen. En dan moeten wij minstens 1 keer dribbelen. En dan mag je weer, en dan mag je 2 keer pushen. Okay. En pushen verstaan we aan het wiel douwen. Okay. Ja. Hoe staat het er nu bij met het ledenaantal van het rolstoelbasketbal? Nou, wij bij de Barons, bij ons zijn 2 jaar geleden heel veel ouderen gestopt. En toen zijn we met een jeugdteam begonnen. Maar het is heel moeilijk om jeugd te krijgen. Want heel veel jeugd, denk ik, ja, die zitten veel liever achter de computer als dat ze actief bezig zijn. En dat is eigenlijk heel jammer. En vooral als je gehandicapt bent, want dan is het heel belangrijk dat je sport. Dus jullie kunnen nog wel wat leden gebruiken? We kunnen heel veel leden gebruiken, want we hebben nu op het ogenblik 9 man. Maar het liefst zou we eigenlijk 2 teams hebben en per team 10 man. Want dan kan je op niveau kan je dan het eerste team en het tweede team maken. Maar nu met ons 9 man is het niveauverschil voor 1 team eigenlijk te groot. Nou, wij trainen van 7:30 tot 9:15. En iedereen is welkom. En er zijn rolstoelen beschikbaar om eens een avond hier mee te proberen hoe dat de training bevalt. Of dat de rolstoelbasketbal, hoe u überhaupt bevalt. Het team mag bestaan uit 15 punten. En elk handicap heeft een bepaald aantal punten. Kijk, een hoge dwarslesie telt voor 1,5 punt. En iemand met een onderbeenprothese telt voor 4,5 punt. En met die 5 bij elkaar mag je maar 15 punten op het veld zetten. Dus daar is ook nog veel bij rekenen van welke speler zet ik op het veld gelijk. Femke, hoe lang doe jij deze sport al? Net 1 jaartje. Bewust voor rolstoelbasketbal gekozen? Ja, bewust gekozen, want ik vind het een hele leuke sport. En ik doe het eigenlijk omdat ik geblesseerd ben aan mijn knie. En ik kon niet gewoon sporten. En toen dacht ik, nou, dan ga ik toch in de rolstoel sporten. En ik vind het super gaaf. Wat is eigenlijk het moeilijkste aan deze sport? Dat is een moeilijke vraag. Het verdedigen, het tactische spelletje, dat vind ik wel echt heel moeilijk. Maar je moet ook wel een hele goede controle over de stoel hebben, denk ik, hè? De rolstoel. Ja, daar beginnen we ook wel mee. Een beetje rolstoelvaardigheid, zeg maar. Ja. Beetje een gekke vraag. Krijg je wel eens lekke banden?
Nou, toevallig een paar weken terug had ik een klapband, ja. Het schrok wel me heel hard, ja. Ja, dus dat gebeurt wel eens. Ik heb nu een leuke sport gevonden wat ik gewoon kan blijven doen. Dus dat ben ik zeker van plan om te blijven doen. Ja, zoals ik al aangaf, hebben we nog een minder valide sport. Ja, je verwacht het eigenlijk niet. Het is een sport met piepende banden en snelheden van wel 18 km per uur. We zijn vandaag bij het e-hockey van Push. En dat is in Jeugdland in Ulvenhout. Ja, jullie zijn broer en zus, hè? Hoe bijzonder is het om met elkaar te spelen? Ja, het is wel heel erg bijzonder. Het is ook wel heel erg leuk om met elkaar te spelen. Omdat we broer en zus zijn, maken we over soms zelfs ruzie. Maar we weten ook elkaar zwakke plekken. Dus daarom is het goed dat wij juist samen spelen. Dat we elkaar niet in de weg kunnen rijden. Maar het is wel heel erg leuk om het samen te doen. Ja. Dus jullie rijden elkaar niet in de wielen? Nou... En we kunnen soms kunnen we elkaar nog wel eens gaan irriteren. En dan denk ik echt van, Iris, wat doe je nou? Er worden behoorlijke snelheden bereikt, hè, met het e-hockey. Hè? Heb je ook wel eens vaker gescoord? Ik ben niet van het scoren. Ik ben meer van de achterhoede en het verdedigen en blokken. Ik moet er gewoon voor zorgen dat de aanvallers niet een doel kunnen maken. Dus ik ben irritant in het spel, laat ik het zo maar zeggen. En jij, wat is jouw taak? Het is mijn taak om te scoren, aanvallen of verdedigen. Dus jij bereikt ook wel snelheden van 18 km per uur? 16 km per uur. Wel behoorlijk hard. Ja. En ja, zeker gaat dat hard. Dat kan je soms en er niet bijhouden, maar je kan best wel makkelijk gaan botten door die snelheden. En daar moet je wel eens mee oppassen, want ik heb wel eens een keer een kaart gekregen bij een wedstrijd. Dat ik echt op vol snelheid volop op iemand reed. Dus je bent niet zo'n lievertje in het veld dan? Nee, ik ben echt gewoon
een diehard speler die gewoon scheid heeft aan zijn tegenstanders en gewoon denkt, rammen met die handel. En kun je tegen je verlies? Als het terecht is wel, ja. Ja, ik kan in principe wel tegen mijn verlies. Als ik gewoon weet, wij als team hebben ontzettend ons best gedaan en we konden niet anders doen, dan vind ik het oké. Ja, en hoe is het bij jou? Ik kan best wel goed tegen mijn verlies. Alleen wanneer het een beetje hetzelfde als Iris. En wanneer het gewoon echt onterecht is. Bijvoorbeeld zo dichtbij bent en dan net op het nippertje gewoon missen. En dan denk ik, nee. Lisa, jij speelt in het eerste team hier, hè? Jullie spelen in welke klasse? Wij spelen in de hoofdklasse. Echt de hoogste klasse, hè? Ja, dat is de hoogste klasse van de EOKI. Jullie zijn de afgelopen seizoen gepromoveerd. Wat is jullie doelstelling? Onze doelstelling is om in ieder geval dit jaar hand te haven in de hoofdklasse. Dat zal een hele prestatie zijn. Hoe leuk is e-hockey? Ja, echt superleuk. Ja. Het samen naar een niveau streven en alles geven. En dat is gewoon helemaal superleuk om te doen. E-hockey moet populairder worden eigenlijk. Hè? Als mensen geïnteresseerd zijn, waar kunnen ze dan naartoe gaan? Als ze geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze naar de site van Push. En daar staat ook alle informatie van de e-hockey. En dan kunnen ze aanmelden en eventueel hier komen kijken bij Jeugdland. Ja, ze kunnen ook een rolstoel lenen. Wij hebben wel wat stoelen staan om proef te draaien, zodat je het kan ervaren. En dan kunnen wij helpen om een eigen sportrolstoel aan te schaffen. Jullie trainen iedere keer hier in Ulvenhout bij? Wij trainen altijd in Ulvenhout bij Jeugdland, iedere zaterdagochtend. Net zoals de spelregels, kun je daar iets over vertellen? Wat mag allemaal wel, wat mag niet? Ja, we spelen met vijven in het veld, waarvan één speler... De keeper met een T-stick en nog een speler met een T-stick. Verder is het een non-contact sport, dus je mag elkaar niet raken. Al gebeurt dat natuurlijk wel af en toe. Maar botsen is dus niet toegestaan. En verder is het dus de bedoeling om met je hele team samen te scoren bij de tegenstander in de goal. Er zijn verschillende minder valide. Welke gradaties ken je allemaal? We kennen een puntensysteem. Dat gaat tot 4,5. Dus op basis van de functionaliteit, dus de kracht die je hebt. Als je heel sterk bent, ben je een 4,5 tot 4, 3,5. En dat gaat zo door tot 1 en sommige zelfs een half. En in totaal mag je met 12 punten in het veld staan. Oké. Dus het gaat echt met puntenaantal en dat wordt allemaal goed in de gaten gehouden. Ja, dat wordt goed in de gaten gehouden en het is de bedoeling dus dat de nivellering tussen de teams gelijk blijft. Dus dat je niet 3 hele sterke spelers hebt staan, maar dat het dus echt aankomt op de tactiek van de teams in plaats van dat de kracht overwint. Ludwina, jij bent het oudste lid hier van het e-hockey. Hoe lang al? Ik hockey al vanaf mijn 16e. Ik ben nu 48 jaar, dus reken maar uit. En ik ben begonnen met een groep, zo'n bijna 20 jaar geleden. En al die meeste spelers die aan het hockeyen zijn, die zijn allemaal bij mij gestart. Dus. Wat is er zo leuk aan e-hockey? Ja, ten eerste de gezelligheid. Dus dat alle spelers. En ja, god, de winst, hè. De meesten willen toch gaan winnen. Hè? En we zijn al zo ver gevorderd dat we al best een hogere teams hebben. We hebben dus 4 teams. En 1 team speelt in de derde klasse in Regio Zuid. 1 team gaat nu voor het eerst in de eerste klasse spelen. En dan hebben we nog 2 teams in de
hoofdklasse Zuid. Jij bent ook trainster van hoeveel teams? Ik ben trainster van 2 teams en coach van 1 team. Dus ja, we hebben er druk zat mee. Ja, het is een hele leuke sport, hebben we vandaag ervaren. Maar wat veel mensen niet weten is dat in de loop van het seizoen ook wel eens wat spelers ontvallen. Door de lage levensverwachting en door de ziekte die ze hebben. Ja, dat heeft ook een behoorlijke impact op de spelers. Breda nu. Je weet het meteen.